Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, welkom bij de vlog van Ralf Sunch en Marina Rutte. Ook Danny Post aanwezig hier, kijk maar even. Ja. Net geslapen, heerlijk wakker geworden. Maar Marina Rutte is niet aan het douchen en die zul je zo bij het ontbijt zien. Hij zal jullie een tour geven daar. Daar zitten we dan met z'n allen aan de ontbijttafel. Lekker hoor. Goed klaarmaken voor de training van zometeen. Dan gaan we dan onze kleren ophalen. Die piloten zijn er ook bij, kijk maar even rond. Hoi! Dan gaan we dan richting de trainingssessie van vandaag, donderdag. Naast mijn nieuwe speler Terry Antonis. En natuurlijk onze coureur Valk Lauwers, daar is hij. De man die geen plek meer heeft. Hierachter Moreno Rutte, Tarek Tiswali, Bram Elting, Luc Mambazat, Leroy Labile en wie anders dan onze nepste FIFA speler van de selectie, Torino Hutte. Nee, we gaan zo lekker trainen, even uitlopen in de gym. We zullen jullie zo meer van zien en de rest gaat lekker partijtjes spelen. Aangekomen bij het trainingscomplex Den Haag. Om nog even terug te komen op dat FIFA verhaal. Hunt is natuurlijk een van de betere spelers. Dat bewijst hij elke keer. Nu wil je het even. Ik zet het even recht. Ik zet het even recht. Hunt wint namelijk van iedereen. Met name van Luc Manen bezat. Maar we gaan nu naar de training hier in het stadion van Den Haag. Zitten we dan? De training is weer afgelopen. Jongens, de laatste spelers van gisteren hebben uitlooptraining gehad. Maar de meeste spelers van gisteren hebben zwaar getraind. Torino, hoe was de training? Goed training, mijn goed training. Ja, hard getraind? Ja, hebben we ons best gedaan. Winnende team natuurlijk. Oké, top. Die jongens hebben ook hard getraind. Dus zit weer op en we gaan nu terug naar het hotel. Hallo volgers, we gaan even een middagdutje doen. Straks weer een tennisactiviteit, dan zien we jullie terug. Dus Moreno en ik wensen jullie een goede rusttijd toe. En tot straks op de tennisbaan. Hi. We staan hier voor het hotel. We gaan zo meteen een potje tennissen, 2 uur lang. Daarna wat eten bij de tennisbaan. En ja, wie weet wat ons vanavond nog gaat brengen. Misschien een potje kaarten met de boys onderling. Gezellig trainingskamp. Ja, daar staan we dan. Te wachten op Valk. Maar die zal zo wel komen en dan gaan we even wat moves laten zien op de tennisbaan. Nou, jullie zullen ongetwijfeld een paar mooie slagen zien. Backhand, forehand, smash. We gaan het allemaal introduceren en we wachten nu op Valk die daar momenteel komt aanrijden. Je ziet hem in de achtergrond. Hij komt steeds dichterbij en we gaan ervoor, jongens. Hey. Hier zijn we dan op de tennisbaan. Zo meteen komen de matadoren het veld op. Hier is die. Nadal. Boris Becker. Boris Becker. De trainer van Nadal. We gaan ervoor. Daar staat de rest. Zonnetje schijnt. We gaan er weer tegenaan. Net even getennist. Samen met Vito. Lekker potje gespeeld met Vito, gewonnen van Roel Jans en Moreno. Nu aan het dachten, dan gaan we ook even kijken of we van ze kunnen winnen. In de AB Cup thuis gaat het heel goed, staag eerste. Daar weten de mannen alles van. En ja, straks even eten en dan gaan we de dag afsluiten met jullie. Dus ik zie jullie zo. Ja, zoals je ziet, de bordjes zijn allemaal leeg. We hebben ja, het eten weer erop zitten en hierbij is ook ja, de dag te einde van de vlog van Ralf Zeuntjes en van mij natuurlijk. We hebben heerlijk tennis, heerlijk appie gegeten en ja, we hebben jullie de dag meegenomen op trainingskamp. En we hopen dat jullie hebben genoten en misschien tot de volgende keer. En als jullie in deze video, in deze vlog, hebben wij een kleine hint achtergelaten. Reageer en laat de hint zien in de reactie. En misschien ben jij het beste shirt van VVV. Tot tegen Sparta. Tot dan.